Ben je op zoek naar de goedkoopste FIFA 16 Ultimate Team coins? Ga dan naar fifacoinsfc.com en gebruik de code DNPNL voor 5% korting. Naast de supergoedkope prijs hebben ze ook een instant delivery system, wat dus betekent dat als je bestelt, je coins binnen 2 minuten krijgt. Veel plezier met de video. Hallo mensen, Koen van OpgeSnel met een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe FUTDraft. En zoals je ziet ben ik echt fucking blij, want mijn toetsweek is voorbij en dat rijmt. In ieder geval, als je denkt, Koen, je ziet er echt fucking moe uit, dat klopt. Want elke dag was het echt leren tot laat en dan om 8:30 begon mijn toets. Dus ik ben echt helemaal naar de tering. Vanavond lekker vroeg slapen en dan morgen weer 8:30 op school. Oh, want ik heb geen ding meer, maar ik moet voor mijn profielwerkstuk een papiertje ophalen dat ik het gedaan heb ofzo. En dat moet dan per se om 8:30 behalve. In ieder geval, we gaan FUTDraft doen. Ik ga proberen, want ik heb gehoord dat je 190 FUTDraft kan krijgen. Maar dan moet je wel met 3 verdedigers spelen. Oké, we hebben een probleem, want we hebben geen opzet met 3 verdedigers. Kutzooi. In ieder geval, als deze video's kunnen likes en super arm zijn. Gaan we voor deze. Oké, we gaan in ieder geval de hoogst mogelijk. Oké, hoogst mogelijk. Oeh, heel erg lekker. Oké, dit is wel een moeilijke keuze, want Neymar tilt hier. Kan ik nog krijgen. Maar Suarez heeft echt nog 4 hoge cards. Ik ga voor Neymar. Terwijl Neymar heeft ook hoge cards trouwens. Oké, alsjeblieft Messi. Ja, lekker. Messi. Hoi. Heerlijk. Oké, gaan we door. Finale. We gaan wel voor Benzema. Op zich, tot nu toe gaat het best decent. Hopelijk even Sergio Biscuits. Oké, Tras Horas. Oh, en Zonzi. Dat is een beast. Dat is echt een ongelofelijke beast. Tot nu toe gaat het heel goed. Even Modricje. Je hebt ook niet heel vrolijk van, ben ik heel eerlijk in. Oké, we doen maar Matuidi, want die heeft dan 2 links. Oh, dat kan heel goed trouwens. Oké, en dan een CVM krijgen we. Bam, 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 bam. We gaan voor hem. Of zo. Kutzo, je gaat altijd weer krak daarna. Dat is altijd balen. Nee, jongen. Oh. Friend. Hello. Friend. Dit is het BPL? Nee, Championship. Ah, nice. We gaan wel voor Adnannetje. Oh, kom op, centerbackie. Doe maar BVV. Ja, of je doet het niet. Dat kan ook natuurlijk. Maar dit is op zich wel goed. Dat is kak. Moussaatje. Nee, we gaan voor Chiellini. Ja, Chiellini. Oké. Dat is geen verschil. En dan hoop ik. Oh, kut. Ik wil niet eerste keeper. Wie wil nou ooit eerste keeper? Kijk, Cher is fucking beast. Dus ik had echt BPL moeten kiezen. Maar nu moet ik voor Sorrentino. Die op zich ook best goede sets. Dus het maakt helemaal niet uit. Ik wilde voor een hele hoge rating gaan. En het is echt hopeloos mislukt. In ieder geval leuk geprobeerd. Dat is ook. Meedoen is belangrijk dan winnen, jongens. Meedoen is belangrijk dan winnen. En dan kijken, we kunnen hier natuurlijk voor hem gaan. Maar we kunnen ook voor Barzagli. En dan kunnen we. Maar nee, dat is wel kut, want die heeft dan. Moeilijk. Even kijken, we kunnen dan voor een BBVA-team gaan. We kunnen ook, want voor mij is die verdediging best wel goed. We gaan gewoon een keer voor een andere verdedigingsduo. Hop, lekker. Barzagli erin. Lekker door. En dan gaan we door. Hop, dat is lekker. Want hier hebben we dus nu Dambrosio. Hoe heet hij nou? Dambrosio. Dambrosio. Op zich heb je best goede stats. Niet heel bijzonder, maar wel decent. Wat moeten we nu nog? Een goede linksback. Oeh, Hazard. Oeh, dit is wel lekker. Ik heb geen idee of Hazard goed is eigenlijk in het spel. Ik neem de bruine, want die kan ik er straks aan inwisselen. Want de bruine is een ongelooflijke beast. Ik haal vast niet meer chemistry als ik hem hier neerzet. Nee. Haal ik wel meer chemistry als ik hem daar neerzet. Ook niet. Oké. Ik moet eigenlijk nog wel een CM hebben uit iets wat niet de BPL is. Hem bijvoorbeeld. En dan kunnen we hem daar neerzetten. En nou, dat verschilt helemaal niks qua chemistry. En dan is Ramsey toch echt wel beter. Oké, gaan we door. Kom maar door. Jezus, wat slecht, man. Mina. Jezus, Mina. Insigne. Nee, we gaan voor Jezus, Mina. Die hoge rating gaat niet meer lukken. Ik heb wel mijn best gedaan. Oh, dat is wel lekker. De Marcos. Diefus. Ja, lekker. Dit is chill. Rico. Lekker. Dit gaat lekker. Oké, en door. En we hebben helemaal niks. Hier, we hebben de Marcos natuurlijk. Die kan hier ook. Die is veel beter dan Arbeloa. Dat is helemaal niks. Laatste keeper. Misschien nog een Buffonnetje. Zou heel erg mooi zijn. Nee, helaas. Wel een Ruffier. We hebben 86, we hebben niet 99 chemistry. Waar gaat het fout? Oh, bij die 2 middenvelders. In ieder geval, dit is mijn team. Ja, ik vind het op zich best decent. Ik heb het gevoel dat ik er best goed mee kan gaan spelen. Laten we het in ieder geval maar proberen. En heb je het video niet geliked, doe dan zeker 2 likes. Super awesome zijn. Omdat mijn toezicht voorbij is. En dat is hartstikke beast. Oké, let's go in FUTDraftje. Oh, dit hebben we wel 100 chemistry. Yes, 168 team rating. Let's do this, mensen. We gaan ervoor. Go, let's go. We hebben deze dan gevonden, let's go. Kijk, ik ben klaar voor, wat is het team? Slecht. Heel veel informs. Team Leader Messi, 48 chemistry. Duimpje omhoog. Let's do this, gaan we winnen. Omhaal. Oeh, hij mist hem volledig. Ref, fluiten, boom. Nee. Benzema, nee. Hoe dan? Hoe zit het er niet in? Oh mijn god, wat een pech. Nee. Dat keepertje, niks mis mee, keepertje, Sorrentino. Ja. Jezus! Wat een pech heb ik, zeg, deze wedstrijd. Ongelooflijk.
Oh, ik ben echt gerekt gewoon. Ik ben echt gerekt. Het is echt heel erg. Het is echt heel erg gewoon. Ik ben een beetje niet aan het opletten en ineens loopt het dwars om mijn verdediging heen en schiet hij hem gewoon keihard tegen de touwen. Een mooi goal. Oké, kut. Nu moet ik op gaan letten. En op gaan letten? Ik moet gewoon scoren. Waarom nou niet laag? Boom! Oh, houdt de keeper dat? Hoe houdt de keeper dat? Wie heeft die? Joe Hart of zo? Wie is dat? Oh, omhaal. Nog een keer omhaal. Nog een goal. Jezus. Oh. Oh, servers. What the fuck, yay! Oh, ik kan hier heel slecht tegen. Oh, ik kan hier heel slecht tegen. Oh, ik kan hier heel slecht tegen. Mensen, nieuwe futdraft. Fuck you. Oh, wel packs. Yeah, packs en nieuwe futdraft. Dan krijg je twee futdrafts in één video te zien. Dat ik twee keer futdraft maak. Holy shit, wat nice. Maar even serieus, wat is deze eet? Je hebt bij je laatste online wedstrijd de verbinding verbroken. Dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet waar. Hoppa, claim die prijs. Lekker. 0-3 verloren. Nee. Oké, jongens, we hebben een leenspelerpakket. Laat nu een comment achter met wie jij denkt dat er in dit leenspelerpakket zit. Hij zit tussen de 85 en 90 rate. En niet eerst kijken. Ja, ik weet dat de helft van jullie dat toch gaat doen. Maar dan ben je echt gay. Maar probeer het gewoon. Zonder te kijken, te raden. En als je het goed hebt, ben je echt een beast. Dan gaan we dan. Hoppa, ik hoop dat jullie comment hebben geplaatst. Anders zet ik een nieuwe pauze. Oké, daar komt ie. Het is al Chiellini. Oh, het is Chiellini. Oh. Ik ben benieuwd hoeveel het goed hadden. Waarschijnlijk iedereen. Oh, wat goed jullie. Tijd voor een nieuwe futdraft. Ik wil even een legend, man. Ik heb al zo lang geen legend gehad in futdraft. Even 3 in de back. Ja, 3 in de back, jongens. Oké, we gaan voor de 190 rated. Oh, mijn god. Dit is heel kut. Dit is heel kut. Oké, ik ga maar voor Bill, denk. En dan hoop ik nog Messi krijgt op een andere plek. Want Messi kan natuurlijk 99 zijn. Ja, ik ga voor Bill. Ik ging wel met de links voor. Links voor. Ronaldo. Normale Ronaldo. Ja, of Neymar. We gaan voor de Neymar. Die kan 97 zijn. Ja, we gaan toch voor Ronaldo. Oké, voor Neymar bedoel ik. Messi. Oké, Di Maria. Oké, kom op. Spits, even BVA. Ja, oké, dat is wel lekker. Griezmannetje, dat is chill. Hier even Ronaldo. Oh nee, echt een linksmid. Oh mijn god. Okay, echt heel kak. Nee, dit maakt echt niks uit. Sowieso kak. Kom op, ik moet BVA spelers. Bruno. Kan ermee door. Het team of the year. Waar blijft mijn team of the years, man? Ja, Pogba, Iniesta. Let's go. Iniesta, heerlijk. Heerlijk. Ik weet dat Pogba eigenlijk wel beter is. Maar die past totaal niet met team. Dus vandaar mijn keuze. Laporte. Want ik moet natuurlijk even chemistry halen. Kom op. Meer BBVA. Oh, heel kwakkie. En Santos. Oké. Fuck. Sveni. Ik moet even hoger reden. Jezus. Ik wilde voor 190 gaan. Alexandro. Ah, lekker. Ronaldo. Hoppa, dat willen we zien. Lekker. Nu deed nog Messi. Oh, dan krijg ik wel minder chemistry. Maar die kan daar. Hop, plus 5. Lekker. Kijk, kom op. Ronaldo. Messi. Benzema. Dat is wel decent. Maar ik heb ook al Griezmann. Dat hoeft dus niet. Ik ga voor Royce. Die is hoger rated. Slim, Koen. Heel slim. Ja, ik ga nooit op die 90 komen. Ik kom... Nee, oh! Wat slecht. Ik moet echt Messi en dan nog 93 reden. Oh, mijn god. Eno is wel goed trouwens, maar... Putzooi. Oh, Messi. Oh, dat is wel heel lekker. Oh, ook die command. Dat is echt een beast. Maar Messi kies ik natuurlijk. Messi is echt een smikkelbeer. Hop, plus 12 chemistry. Ik heb niet eens 100 chemistry. Ik moet een keeper hebben eigenlijk. Oh, die kan ik omwisselen. Daar heb ik al 100. Ik heb down. Oh, 188. Oh, dit is heel kak. Dit is heel jammer. Ik kan hem misschien wel... Nee, 190 dat gaat niet nooit lukken. Ik heb wel 3 team of the years. Dit is kak, hè? Ja, dit is kak. Oké, gaan we even. Het is nu 188, maar dat kan nog wel omhoog. Van de boren namelijk voor hem. 76, 84. Nee, gaat niet meer omhoog. Nee, helaas mensen, dit is het team. Oh, wacht, dat die kan voor Barta. Ja, 189. Oh, dit is mijn hoogste ooit, jongens. Ik heb nog nooit 189 gehaald. Holy shit, ziek nice. Met 3 team of the years. What the fuck? Oké, laten we maar gaan spelen. Ik ben er klaar voor. Heb ik niks aan. 1 speler, yes. Let's go. Oké, ik ben er klaar voor. 100 chemistry, 189 teambeoordeling. Super nice. Daar ben ik echt blij mee. Oké, laten we maar gaan spelen. Ik ben er klaar voor. Let's do this. Let's go. Ik ben er klaar voor. Kut team. 185. Ik heb 189. Ik ga het winnen. Easy. Hij heeft wel Aguero. Die is echt heel goed. Maar oké, ik ga het gewoon fixen. Let's go. Ronaldo. Oh, Ronaldo. Ref. Kaartje. Dank u. Een kaartje na 30 in-game seconden. Ik weet het niet om ziet hier wel, toch? Ja, heerlijk. Griezmann, verre hoek. Wat is dat voor goal? Huh? Ik dacht dat die bal eruit zouden. Dit is echt het minst diepe net ooit. Hele ondiepe netten. 1-0 voor wel. Let's go. Ja, heerlijk. Gaan we. Hop en dan langs. Oh, wat slecht. Ja, wat kut. Oh, dat is heel kut. Ja, Messi hangen. 2-0. Ja, easy. Let's go. 2-0. Hoppa. En weg is hij. Lekker. Let's go. Ja.
Ja, daar gaan we. Griezmann. Dit mag je niet missen, grap. Dit mag je niet missen. En hij mist ook niet. Het wordt 3-0. Jantje na 16 minuten. Lekker. Heerlijk. Ik ben echt een beast. Hey. Ah, oh, kut, sorry. 3-1. Ah. Oh. Oké, we staan voor bij Rus met 3-1. Dikke prima. Hoeveel schoten had ik? Ik had 5 schoten, 5 goal. Hij had meer schoten in totaal. Huh? Hoe kan dat ooit? Nou, in ieder geval, ik sta 3-1 voor. Kan mij schelen. Hey, ref. Dank u. Penalty. Easy. Lekker. Die gaat naast. Oh nee, perfect. Dat is echt een perfecte penalty. Mensen, onhoudbaar. Onhoudbaar. Narsing. Take a look at this video. Sorry, PSV-fans. Sorry. Nee. Zo. Huh? Dat is gewoon fysiek niet mogelijk. Ah, nog 4-2. Boeit eigenlijk niks, maar toch kut. Ik vind het kut om tegen goals te krijgen. Dus, maar het is niet heel erg. 4-2, prima. Gaat nog naar de goal ding ook. Ja. Wat doe je nou stoer? Klik nou door, joh. Oh, dan maf, Kees. Mensen, we hebben gewonnen. 4-2, hoppakee. Op mijn tweede ronde. Die zien de volgende aflevering. Wil je nou snel de volgende aflevering zien? Vergeet niet te liken. Dus het lijkt zo echt super awesome zijn. We hebben echt een heerlijk teamje. Mijn hoogste rating ooit. En like video en abonneer de volgende keer. En zeg doei. Later. En mijn toetsweek is klaar. Ja, ik weet niet wat het was. Normaal zeg ik het eigenlijk nooit over toetsweek. Maar ik vond het echt kut. Later.